Hallo, in deze video kun je zien hoe je via de CMO-portal je keuzevakken kunt opgeven voor HAVO 4 van het volgend schooljaar. Daarvoor ga je naar de website van de school en je kiest roosters. Als je dat gedaan hebt, dan moet je waarschijnlijk inloggen. En als je dat gedaan hebt, kun je naar de CMO-portal via deze link. Vervolgens kom je op de CMO-portal. Je doet je leerlingnummer. Je voert je password in. En je logt in. Even vergroten. Goed, je ziet dan dat je hier rechts pakket kiezen voor HAVO 4 ziet staan. Dat kun je inklikken. En vervolgens zie je dat er een aantal keuzes is. Het is pakket voor volgend schooljaar. Dat geldt het hele jaar voor afdeling HAVO 4. En we gaan kiezen. Eerst kom je in het gemeenschappelijk gedeelte. In het gemeenschappelijk gedeelte valt natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel te kiezen. Je ziet daar de vakken die je gaat krijgen. Die je sowieso gaat krijgen. En je klikt op volgende. Hier moet je je eerste keuze maken. Hier kies je je profiel. We gaan dat doen door E&M te kiezen. Volgende. Je ziet dat in E&M verplicht is economie, geschiedenis en wiskunde A. En je hebt vervolgens een keuze tussen aardrijkskunde en bedrijfseconomie. Je kunt één keuze maken, dus we gaan naar aardrijkskunde, bijvoorbeeld. Nu kom je in het gebied van het keuze-examenvak. Je ziet dat je er één mag kiezen. We kunnen kiezen voor BSM. Volgende. En je ziet dat dan vervolgens je keuzeformulier al helemaal gevuld is. Je ziet de gemeenschappelijke vakken staan, de profielkeuze, de profielvakken en de vrije keuze. Nu kun je een aantal dingen doen. Je kunt hem voorlopig opslaan en sluiten. Je kunt denken bij jezelf, dit is goed, ik ga hem opsturen. Maar je kunt ook denken, nou, BSM, misschien ga ik toch iets anders kiezen. Dus dan ga je nog terug. En je kiest bijvoorbeeld in plaats van BSM, ga je kunst kiezen. Met kunst is iets bijzonders aan de hand. Dat zie je hier gebeuren. Als je kunst kiest, dan moet je eigenlijk nog verder gaan met je keuze. Dus je klikt op volgende. Binnen kunst is kunstgeschiedenis verplicht. Maar je moet ook nog een keuze maken voor handvaardigheid of tekenen. Kiezen voor tekenen. Nu is je keuze weer compleet. Je ziet nu dat in de vrije ruimte, het vrije keuzegebied, er kunst staat, bestaande uit kunstgeschiedenis en tekenen. Deze keuze is goed en die ga ik opsturen. Je ziet aan het vinkje onder het envelopje dat die opgestuurd is. Als de decaan ernaar gekeken heeft, dan verschijnt hier ook een vinkje en dan is je pakket akkoord. Je kunt hem te alle tijden nog een keer bekijken. En als je hem gaat bekijken, dan kun je hem ook afdrukken. Het keuzeformulier ontstaat. Je ziet hier dan nog een keer dat je een mooi afdrukvel krijgt met gemeenschappelijk deel, profielkeuze, profielvakken en de vrije keuze. Als je dit uitprint, dan kun je het laten ondertekenen door je ouders. En vervolgens weer op school inleveren. En daarmee is het helemaal officieel geworden. Succes met je keuze voor HAVO 4 volgend jaar.